en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gaming Society TV. Vandaag is het natuurlijk... Pam, 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 pam. Het is tijd voor... Trailer Friday! It's Friday, Friday! Vandaag heb ik drie trailers. Eentje van Sims. Tweede is van Pokémon. En de derde is van... Ook van Sims, maar dan SimCity. We gaan eerst even naar Sims. Iedereen kent Sims 3, iedereen weet dat je een huisje bouwt en dat soort dingetjes allemaal doet. Maar er is een uitbreiding, dus we gaan nu heel even kijken naar de trailer. De trailer was, liet zien dat je ging studeren. Je ging studeren op school. Dus je gaat echt het studentenleven in, feestjes. Echt als een nerd science doen en zo, weet je, waarschijnlijk. En een beetje kat-kat uithalen. Je zag ook een meisje graffiti spuiten en zo. Dus ja. Dus ik denk, het is gewoon een Sims, alleen dan ga je naar school en dan ben je als student. Dan gaan we nu naar trailer 2. Dat gaat over de nieuwe Pokémon. Nou, dan gaan we nu even naar de trailer kijken, maar iedereen weet wat Pokémon is, of voor deze niks te vertellen. Hier komt de trailer van Pokémon. Wika, Wikachu! Wika, Wika! Wika, Wika! Wika, Wikachu! Discover a breathtaking 3D world. Encounter new Pokémon. The more you battle together, the stronger your bond will become. Ja, dat was de trailer van Pokémon. Spreek voor zich. Je ziet Pikachu. Je ziet een aantal nieuwe Pokémon's komen er voorbij. Dus het is net zoals in het begin met Pokémon Yellow, Blue en Red. Gewoon het verhaal spelen, items zoeken. Het is echt gewoon een simpele kiddie RPG game. Met turn-based, gevechten gebeuren. Je bent heel items zoeken, andere mensen in de game wat helpen. Je een Pokémon te vangen op een bepaald gebied en dan kom je gewoon Pokémon tegen, die moet je verzwakken. Meestal tot ze in het rood zijn, dat is de gunstige, dan gooi je een Pokéball en dan, dat soort ballen, gewoon Ultra Ball, Master Ball bijvoorbeeld, die gooien, vangen en ermee klaar. En dan ga je weer verder. Dan ga je gewoon tegen gym leaders vechten, badges en zo, je weet het. En dan, als je dat hebt gedaan, heb je uitgespeeld. Dus het is gewoon oud en vertrouwd. Alleen het ziet er iets beter uit. Dus, en je kan dubbel gevechten. Dat kon je op een gegeven moment ook al. Dus dat kent ook iedereen. Dus voor de rest niks echt anders in die game. Alleen een andere story. Dus als je het idee voor kinderen vinden vast leuk. Maar ik denk als ze ouder zijn,
Dat je denkt, toch misschien, dat is mijn persoonlijke mening. Dan heb ik het wel gezien, maar ik vind het wel leuk dat het komt. Ik kijk wel altijd, maar ik speel het echt niet meer. Gaan we naar de laatste trailer die mij het meest boeit. Dat is trailer 3. Trailer 3, SimCity. SimCity, zoals je zag, geeft het allemaal aan dat je een stad moet bouwen. Een gunstige leefomgeving maken. Politie, dat er niet veel wordt gestolen. Brandweer voor de als er brand is. Mensen moet je kunnen helpen in de ziekenhuizen. Dus je buurt moet veilig zijn. Je moet veel werk hebben. Want de game kan online. En die is waarschijnlijk volgens mij in real-time. Je hebt een stad met allemaal bedrijven, weet je, die area. Want stel je denkt van ja, mijn gast, ik wil geld verdienen. Ik maak gewoon een paar huizen. En allemaal allemaal bedrijven. En in die grootste daarnaast zit de stad met allemaal mensen. En echt niet iets meer, minder bedrijven. Dan komen die mensen naar jou toe en dan maak jij dus winst. Want jij hebt geen uitgaves. Want ze hebben geen mensen in je stad. Maar je kan ook natuurlijk een stad maken van hele toffe feesten en parties en dat soort dingen. Dus ja, persoonlijk zichzelf voor een bedrijfsstad gaan en aan de andere kant een partystad. En laat die mensen die trick wel dan op een gegeven moment laten kijken hoeveel mensen er uit andere steden komen, van andere mensen. En dus dat is, dan ga ik heel veel huizen bouwen en dan komen die mensen, die blijven dan daar wonen. Bij mij omdat het werkgelegenheid goed is, het uitgaan is goed. Dus het is gewoon chill. Dus ja, die games, ze seren, dat waren dan al de trailers voor Trailer Friday. Ik hoop in de volgende aflevering dat Jordi weer een keer terug is. Want hij is er nou nog steeds, hij is er nou niet, dus anders zat hij hier. Om mij weer bij te staan, want dat is, met z'n tweeën is er even wat leuker. Dus ik blijf op gamersociety.nl lekker alle updates kijken van allemaal nieuwsdingen. Check onze video van gisteren. Het was een andere video. Het was niet Schampadonder, maar we hadden het over wat andere dingetjes. Het was gewoon een Gaming Society TV aflevering. Waar we gewoon een aantal dingen hebben doorgenomen. Hierbij sluit ik dit item af. En blijf onze site checken. Word even lid op onze YouTube kanaal.